Yo gasten, GameBozie, welkom bij een nieuwe Brawl Stars video. We gaan vandaag weer knallen, dat is de bedoeling. En we gaan sowieso een nieuwe knokker krijgen, dat is ook heel nice. Want in de store heb je momenteel een super zeldzame knokker voor 80 edelstenen. Dus ik dacht, weet je wat, fuck it, ik ga die gewoon kopen. Dat is sowieso nice, we hebben nog wat kisten die we kunnen openen. En dan gaan we gewoon lekker spelen met de nieuwe knokker. Ik heb er zin in en ik hoop jullie ook. Zojuist best natuurlijk allemaal dat duimpje omhoog. En vergeet ook niet te abonneren en op dat belletje te drukken. En ik heb momenteel trouwens 26 van die evenement tickets. Laat me even weten of jullie het een goed idee vinden dat ik binnenkort gewoon in dit mega gevecht, wat over 1 dag en 17 uur beschikbaar is, al die tickets in één keer ga inzetten. Kijken hoeveel XP en hoeveel dingen ik in één gevecht kan krijgen. Laat me even weten in de reacties of jullie dat een goed idee vinden. Maar laten we eens even deze kisten maar gaan openen. En daarna gaan we die nieuwe knokker vrij kopen. We krijgen nu 6 keer Bull, wat ik echt een hele chille kaart vind. Ik vind hem steeds chiller worden, die Bull. Vooral in solo is hij echt ziek overpowered. We krijgen nog een evenementticket erbij. Dat is altijd chill meegenomen. Daar hebben we er nu al 27 van. Volgende kist. Ik hoop dat we weer Bull kunnen krijgen. Oh, wat? We krijgen gewoon weer eentje. We krijgen Darly. Oké, super zeldzaam is die. Darly valt met zijn dubbelsloopgeweer met super aanval rolt hij naar zijn stuiterde ton of zo. In ieder geval, ik weet niet of ik het helemaal goed heb geformuleerd. Maar dan hebben we dus 2 nieuwe. Oh, dit is wel heel nice. We krijgen hier nog een kist. Krijgen we 62 coins. We krijgen nog Nita. Die gebruik ik niet heel veel, maar die kunnen we wel bijna upgraden. Shelly kan ik al upgraden. En Barley krijgen we nog. Die kan ik ook upgraden als ik wil. En 3 evenement tickets. En nog 3 edelstenen. Het kan gewoon niet beter. Oh, dit is echt heel nice. Holy shit, wat een begin is dit. Ik heb alle super zeldzame knokkers. Dat heb ik nu al. Oké, nou, dan kan ik die dus niet kopen. Dan was dit zeg maar de super zeldzame knokker die ik dan vrij kon spelen. Ik ben erg benieuwd. Dus hij heeft een super geweer. En weet je wat, ik ga er gewoon mee spelen. En al spelend zien we wel. Wat zullen we doen? Ik ga wel even edelstenen graaien. Want ik moet hier nog, hier kan ik nog sterstokers verdienen. Of is dat slim om daar als eerste potje mee te spelen? Ah, weet je wat, fuck it. Ik ga het gewoon doen. En ik zit trouwens momenteel ook bijna op 1000 trofeeën. En bij de 1000 trofeeën kan je die Brock vrij spelen. Dus dat is ook nice. Dan moet ik nog eventjes voor doorspelen. En dan kunnen we die ook vrij spelen. Ik denk deze week, volgende week, dat dat wel gaat lukken. Maar laten we nu maar gaan spelen. Ik ben erg benieuwd hoe die speelt. Oké, je bent een soort, ja, je hebt een soort van kanon. Ik denk dat het vooral een troep is voor meer dichtbij. Ik denk het wel, want... Oké, we moeten even uitkijken. En dit is dus een soort van special attack. Oké, ik heb een special attack nu gedaan, maar ik weet niet hoeveel damage ik nou precies heb gedaan. Dan moet ik wel even beter naar kijken. Wat gebeurt er met die special attack? Bijvoorbeeld als ik daar special attack doe... Oh ja, dat doe je inderdaad damage. Maar oké, ik moet eventjes geconcentreerd gaan spelen. Want op deze manier gaat het natuurlijk niet goed. Daar is trouwens iemand. Ik ga even kijken of we die kunnen killen. Kijk, come on. Oh shit, dit is wel fucked up. Ze hebben nu echt vet veel van de edelstenen. Oeh, ik kan hier even edelsteen pakken. Come on. Oh ja, ik heb nu in ieder geval die kerel gekillt. Ik zal daar even heen doen. Oh shit. Ik wou die edelstenen pakken. Ik ga het net iets te aanvallen. Dat moet ik nog niet doen eigenlijk. Even kijken of we die kunnen killen. Ja, die is gekilled. En die kerel met 9 van die edelstenen. Die moeten we ook killen. Ik ga wel kijken of dat gaat lukken. Oh shit, ik word nu aangevallen. Ah, help. Ik moet nu eerst weer wat HP erbij. Zal je daar even pas. Ah, nu ben ik zelf dood. Oké, shit, ze hebben nu 10 edelstenen. Ik denk niet dat we dit gaan winnen. Maar dat is altijd het faktappen van de nieuwe, zeg maar, knokker. In het begin is dat nog zo wennen, jongen. Ik kan die even killen. Oh shit, dit was niet echt slim. Ik ben bijna dood. Kunnen we nog die kerel killen? Nou, we hebben nu verloren. Helaas, dikke pindakaas. Oké, eerste potje met nieuwe knokker ging niet echt goed. Krijgen we nu nog... Ja, we krijgen nu helemaal niks erbij. Dat is een beetje fucked up. Oké, ik sluit gewoon. Ik weet niet of dit de knokker is die ik heel veel ga gebruiken. Ik heb hem natuurlijk ook gewoon een kracht level 1, dus dat is nog niet heel hoog. Maar wat ik wel een hele chille knokker vind, is Bull. Ik ga wel even een showdown solo potje spelen. Dan laat ik wel even aan jullie zien waarom ik dit zo'n super chille knokker vind. Dat is echt niet normaal. Oké, let's go. We beginnen meteen lekker, want ik zie dat hier 3 kisten liggen. Dat is altijd zo chill. En ik zie dat daar trouwens ook nog een andere Bull is. Wat zou ik doen? Zou ik even wachten? Oké, hij heeft nu wat geschoten. Oké, nice. Dan heb ik hem tegengekild. Altijd eventjes wachten totdat hij wat schoten heeft geloosd. En dan kan je hem killen. En dan heb ik nu al 4 edelstenen. Kijk, nu ben ik al ziek overpowered. Waar zou ik heen?
Ik zie dat daar een boel is. Weet je wat? Ik pak eerst even deze kisten hier. Nog even één hit, dan hebben we er weer één. Oh, ik word zo sterk, jongen. Even kijken of we die boel kunnen killen. Ik zal die even killen. Baf, 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 baf. Oh, what the fuck? Oké, dit is wel een beetje fucked up. Dikke lek. En daardoor heb ik zeg maar de edelstenen niet kunnen pakken. Maar ik ga eventjes hierheen. Dan ga ik deze kisten openen. En dan heb ik echt ziek veel. Hoppatee. Nog één hit. En dan kunnen deze vrij zijn. Dan heb ik er nu 8. Kijk, daarom vind ik de boel zo chill, jongen. Je kan zo snel worden. Maar ik zie dat daar nog iemand is. We gaan hem even in een hoekje drijven. Baf, 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 baf. En dan hebben we die ook gekild. En dan zijn er nu nog 4 knokkels over. Oké, dat is meer dan dat ik dacht eigenlijk. Maar we hebben nu 9 edelstenen, dus dat is wel nice. Even kijken of we ergens 1 knokkel kunnen vinden. Want ik denk namelijk dat er een paar zich verstoppen in de bosjes. Oh, er zijn nu 3 over. Het is showdown, het is showdown, het is showdown. Oké, ik ben benieuwd waar de kerel is. Ik denk ergens aan de andere kant. Misschien dat hij ook ergens in de bosjes zich verstopt. Misschien hier. Nee, hier niet. Ik kan wel eventjes opwachten. Weet je wat? Ik wacht hem even op. Oh ja, daar is hij. Als hij hier heen gaat, dan kom ik eruit. Ja, kom maar op. Pop, pop, pop. Oh, daarom is die boel zo open. Power, dat is echt niet normaal. Ik vind hem zo chill en je wint gewoon zo vaak. Ik ga gewoon nog een keer proberen te winnen met de boel. Dit is echt niet normaal. Solo is dit sowieso de allerbeste knokken die je kan hebben. Zonder twijfel. Maar weet je wat? Dan ga ik nog 1 potje solo spelen. En daarna ga ik nog wel even 1 potje proberen te spelen. Met die knokken die ik nieuw heb gekregen. Want ik heb er nu nog maar 1 potje mee gespeeld. Het is natuurlijk wel leuk om er iets mee te spelen. Oh, daar werd ik meteen wat gehit. We gaan even proberen deze kerel te killen. Oh, nou, laat maar. Weet je wat? Ik ga eerst even deze kist openen. Heb ik edelsteen erbij. En dan gaan we nu hierheen. Want dan kunnen we hier namelijk nog wat kisten openen. Ik word ondertussen wel aangevallen. Ik ga wel even hier achter deze kist verschuilen. Dankjewel. Dan heb je nu voor gezorgd dat ik die kist lekker makkelijk kan openen. En hier, daar is die nieuwe kaart die ik heb. Oké, dan nou, dikke prima. Weet je, van dichtbij weet iedereen hoe sterk die boel is. Dus dan ga je wel uit de weg. Ik ga er wel nu naartoe. Kijken of ik hem kan killen. Oké, nee, hij gaat weg. Hij gaat weg. Ja, oké, is wel logisch. Want ik ben natuurlijk veel te sterk voor dichtbij. Maar ik heb nu al 5 edelstenen. Maar ik wil even wat kills maken, man. Want dan moet je dichtbij staan. Oké, ik ga proberen nu deze kerels te killen. Oeh, dat was wel een dikke special attack. Oké, eerst even wat levens weer erbij krijgen. Maar waar de fuck? Ik zie er maar 2 de hele tijd. Maar de rest, ik heb geen idee waar de rest van de knokkers op dit moment zijn. En deze lui zijn de hele tijd met elkaar in gevecht. Dat is echt niet normaal. Oké, ja, misschien dat ik hem nu hier kan killen. Ja, oké, bats, bats. Oeh, ik ben bijna dood. Ah, what the fuck? Oké, dat deed hij goed. Oh, shit. Oh, daar kwam die kerel uit de bosjes. Oké, ik ging best wel lekker totdat die kerel daarmee ging aanvallen. Nou, uiteindelijk ben ik dus nu 4e geworden volgens mij. Nee, je kan natuurlijk niet altijd eerst worden. Maar die bull is zo overpowered in deze game mode. Maar ik ga nu nog wel even een potje spelen met mijn nieuwe knokker. En we zijn een level omhoog. Dat is op zich ook wel nice. Even sluiten. Dan ga ik eerst even mijn nieuwe knokker selecteren. En die staat hier. Ja, dat is jammer. Hij is nog maar kracht level 1. Weet je wat? Ik ga wel met iemand anders spelen. Die is bull. Wat zullen we doen? Oh nee, we doen duo's. Oké, dat is op zich ook wel prima. Ik heb alleen geen... Ja, ik weet dus nog niet hoe chill deze is. Ja, ik vind hem nog niet heel chill. We kunnen in ieder geval hier deze kist even openen. Oké, nou, dit is in ieder geval prima. Dan hebben we in ieder geval mooi wat van deze edelstenen. Dan hebben we er nu al 3. Dat is een stuk meer dan wat die andere lui hebben. Even kijken of we wat hits kunnen doen. Oh, nu moet ik wel uitkijken. Want anders gaan mijn levens weg. En dat moet je natuurlijk ook niet hebben. Zou ik daarheen gaan? Ik zal wel kijken of ik kan killen. Oké, daar heb ik wel wat hits kunnen doen, maar niet extreem veel. Oh, shit. Die kill heeft me gewoon gekild. Hoe dan? Oké, wat de fuck. Beter pak je hem edelsteen. Ja, inderdaad. Dat doet hij ook. Oké, maar gelukkig is mijn teamgenoot nog levend. Dus daar kom ik zo meteen nog terug. Maar ik moet daar echt wennen aan deze knokken. Weet je, met die bul ging ik net echt super lekker. Maar met deze ga ik gewoon nog niet echt heel geweldig. En ik vind die skill die hij heeft ook niet zo extreem chill. Waar zullen we heen gaan? Ik heb in ieder geval mijn skill weer. Dus die kan ik eventueel gebruiken. Dat ga ik nog niet doen. We kunnen eventjes hier naar onder gaan. Oeh, daar is iemand trouwens bijna dood. Maar hier is het wel super druk. Als ik daarheen ga, ben ik zeker bijna dat ik dood ga. Holy shit, wat de mensen zijn hier. Dat is echt niet normaal. Dat is echt heel lijf. Ik ga daar wel eventjes heen. Come on. Oké, nice. We hebben een kill. Oeh,
Hoe kan die kerel mij killen dan? Ik zat dat, weet je, sommige knokkers weet ik nog niet helemaal precies wat ze doen. En in één keer ben ik nu gewoon weer dood. En ik heb trouwens gewoon 4 kijkers op dit moment. Dat is ook wel lachen. Maar ik leef nog steeds. In ieder geval mijn teamgenoot leeft nog steeds. Dus dat betekent dat ik ook nog steeds leef. Oh, daar is trouwens iemand. Die gaat nu sowieso dood daar. Even kijken. Ja, oké, die is nu inderdaad dood. Oké, even kijken of we die kunnen killen. Oké, dan moet ik wel uitkijken. Even kijken. Ja, oké, die is dood. Oh, joh. Die bommen doen zoveel damage. Dat is echt niet normaal. Maar er zijn nog 2 teams over. En alleen mijn teamgenoot is nog levend. Oh, dit gaat echt lastig worden. Maar die lui die doen zoveel damage. Dus ik vraag me af of die dit gaat halen. Nee, inderdaad. Dit haalt hij ook niet. Oh, ik ben nog levend. Holy shit. Ah, kom op. Het zou wat zijn als ik dit nog ga halen. Oké, nee. Dit gaat nooit meer goed komen. Oh, what the fuck. Ik was echt veel te slap voor die lui. Ik had toch wel wat damage kunnen doen. Dus we zijn tweede geworden. Krijg ik wel 5 trofeeën erbij. Ja. Ik zit, net zat ik ook al te twijfelen. Ik weet niet of dit de knokker is die ik heel veel ga gebruiken. En dit is trouwens scheidirritant. Ik krijg heel vaak uitnodigingen van kijkers. Nou, dat vind ik ook prima. Af en toe accepteer ik ze. Af en toe, als het niet zo handig uitkomt, accepteer ik ze niet. Maar in ieder geval, ik heb zo vaak. Nu loopt hij vast. Ik kan drukken wat ik wil. Er gebeurt niks. Dan moet ik de app helemaal opnieuw afsluiten. En dan pas kan ik dan weer spelen. En het gebeurt dan best wel vaak dat ik zelf, als ik de app opnieuw opstart, dat ik dan nog steeds, zeg maar, nog een keer moet opnieuw opstarten. Ik weet niet of het een bug is of een fout van het spel. Ik hoop dat het in ieder geval snel gefixt wordt. Want ik kan nu helemaal niks. Ja, ik moet nu de app afsluiten. Maar, weet je, ik was toch van plan deze video af te sluiten. Dus in dat geval, weet je, dan komt het wel handig uit. Maar ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten. Ik ga de komende tijd gewoon lekker doorspelen en even strijden voor die 1000 trofeeën. Want ik wil het zo graag mogelijk natuurlijk zoveel mogelijk knokkers hebben. En bij de 1000 trofeeën krijg je er weer eentje. Maar dat krijgen jullie vanzelf te zien. Maar dan bedank jullie voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten. En natuurlijk tot slot. Ik zie jullie later bazen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje nou leuk vond, dan vind je het filmpje wat hier komt te verschijnen waarschijnlijk ook wel leuk. Hoogwaarschijnlijk, want het is een beetje hetzelfde soort filmpje. En mocht je nog niet zijn geabonneerd, druk dan even hierop. Dan kan je abonneren op mijn YouTube kanaal. Blijf je op de hoogte van al mijn video's. En word je natuurlijk lid van de Bowser Army. Let's go!